Ja, Rocouillet, maandagavond, trainingsavond. Kijken we nu even, 15 jaar geleden. Toen stond je voor je eerste trainingsavond. Hoe zag die er destijds uit? Dat klopt. Wie heeft dat kunnen bedenken? Inderdaad, 14 jaar geleden, 15 jaar geleden, mijn eerste optreden hier bij de eerste selectie van Hogeveen. Toen nog onder trainerschap van Kees Kist, wel bekend. Inmiddels wat trainers versleten en nu staan we inmiddels hier na 15 jaar nog steeds op dezelfde stek, bij dezelfde groep. Ja, even terug naar het allereerste begin, hoe je bij de club betrokken bent geraakt. Houdt alles verband met je zoon Vincent. In eerste instantie niet, want ik heb hier ook actief gevoetbald, vanaf 82 zelfs. Daar heb ik jaren in de tweede gespeeld, net niet goed bevonden voor de eerste selectie. En inderdaad, na mijn actieve voetbalcarrière en nadat mijn zoon geboren was, ben ik betrokken geraakt bij Hogeveen. En toen inderdaad is het snel gegaan, ja, klopt. Ja, toen uiteindelijk dus jeugdleider geweest, ook een aantal mooie momenten meegemaakt wel, hè? Ja, jeugdleider geweest, trainer geweest. Bestuurslid, clubscheidsrechter. Ik heb al diverse functies bekleed binnen de club. Alles naar tevredenheid en met plezier. Ja, nu sportverzorger. Nou, we gaan eens even op pad. We gaan eens even naar jouw domein. Lijkt me goed. Vanaf het hoofdveld lopen we nu via de catacomben in de richting van mijn massageruimte. Die hier in de hal gelegen is. Ik zou zeggen, kom binnen. Ja Rob, zoals we al zeiden, jouw domein, min of meer ook je trots? Trots zonder meer. Dit was inderdaad 14, 15 jaar geleden niet denkbaar. Dit is eigenlijk ontwikkeld, ontstaan nadat het complex hier is gebouwd. Zelf een klein beetje invulling kunnen geven aan de indeling hiervan. En deze ruimte is volgezet met twee behandeltafels, zowel voor zaterdag 1 als zondag 1. Als mede enkele herstelbevorderende attributen waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. We hebben ook nog een loopband, een home trainers. Een evenwichtstol en een trampoline. Ja, je zei het zelf al, min of meer een grote wens ging in vervulling toen dit werd gerealiseerd. Ja, kun je wel stellen. Qua vierkante meters ben ik nu op achteruit gegaan. En zoals ik al zei, ik mocht zelf meedenken over de invulling hiervan. En dat is bijzonder goed geslaagd. Ja Rob, als we nou eens terugkijken, we zien een aantal elftalfoto's op de achtergrond. Zijn er spelers waarmee je toch wel een bepaalde band hebt opgebouwd op een gegeven moment, omdat ze bijvoorbeeld heel vaak geblesseerd waren of heel erg blessuregevoelig waren? Ja, ik heb de loop der jaren natuurlijk wel diverse spelers de revue zien passeren. En één die me dan toch bijgebleven is, omdat het zo specifiek noemd is, dan Arafat Heuvel. Dat was in 2004 ongeveer. Nou, die speelde hier in het eerste, kwam van FC Groningen, als ik niet vergis. En die lag door de week regelmatig op de bank ter behandeling. Zodat hij zondags weer de sterren van de hemel kon spelen. Dat vond ik wel bijzonder. Ja. Jij moest dus zorgen dat hij weer fit was op zondag. Daar lag er neem ik aan ook wel een bepaalde druk op. Hè? Want ja, het was een strijd tegen degradatie in die tijd. De resultaten vielen wel tegen. Terwijl er zelfs gesproken werd over kampioenschap in de hoofdklasse. Het viel allemaal tegen. En ja, dat soort jongens als Arafat Heuvel, ja, die wilden de trainer natuurlijk zondags weer bij hebben. Zorgde dat dan voor druk? Ja en nee. Kijk, je doet uiteraard je best om hem weer fit te krijgen, zodat hij weer kan voetballen, dat de trainer hem op kan stellen. Echte druk heb ik nooit gevoeld. Ik deed wat binnen mijn mogelijkheden lag en vaak had het wel rendement. Ja, dat rendement uiteindelijk gaat zo'n speler dan ook weer weg, hè? Die vertrekt, want zeker in die tijd gebeurde dat veel. Ja. Is je werk dan op dat moment een beetje ondankbaar? Nee, zo zie ik het niet. Ik behandel een speler om hem weer terug te krijgen op het veld. En als mij dat gelukt is, dan schept dat gewoon een bepaalde mate van tevredenheid. En daar gaat het mij om. En dat hij uiteindelijk weggaat, ja, dat is het lot van een voetballer, zeg ik altijd. In het spronggewicht zoeken, omdat je in de grond getrapt hebt. Ja, het is meer aan de zijkant en ook wel richting de hakken eigenlijk. Ja, ook trainers die komen en gaan natuurlijk bij zijn club. Alhoewel, dat valt de laatste jaren reuze mee bij Hogeveen. Kijk even terug, Kees Kist was een van je eerste trainers dan natuurlijk die je meemaakte. Ja, was de eerste trainer, ja. Klopt. Ja, een man met natuurlijk een rijke ervaring in betaald voetbal, hè. Nam hij dan ook bepaalde aspecten mee qua conditietraining, qua fitheid? Ja, natuurlijk wel een bepaalde manier om een trainingsopbouw neer te zetten, waar hij ook wel gebruik van maakte. Ik heb niet altijd alle trainingen kunnen zien, omdat ik vaak hier binnen bezig was in het kader van herstel en verzorging. Dus daar kan ik niet altijd, of kan ik niet echt goed een antwoord op geven. Nee, ja. Kijk dan even wat verder. De huidige trainer, Nico Haak, die neemt dan een keeperstrainer en een fysiek trainer mee, hè? Patrick Soelman. Ja. Daar is enorm veel veranderd dit jaar. Hè? Ja, er is ontzettend veel veranderd. En ik moet ook zeggen, uiteraard ten goede. We hebben allemaal onze eigen taakverantwoordelijkheid hierin. En ik moet zeggen dat de samenwerking erin ook optimaal is.
Maar ik kan wel zeggen dat wij toch een redelijke fitte groep hebben dit seizoen. Ja, weinig blessures ook, want er zijn inderdaad ook wel jaren geweest dat jullie eigenlijk van de ene blessure in de andere blessure vielen. Hè? En dat die reeks spelers die afwezig waren, als begroten werden. Ja, nee, dat klopt. Ook een beetje afhankelijk van het resultaat uiteraard. En nu draaien we lekker bovenin mee. En dan merk je toch dat, dat de blessures meevallen, de schorsingen vallen redelijk mee. En als je toch in de hoek zit waar de klappen vallen, ja, dan krijg je ook dit soort dingen te verwerken. Ja, naast je dagelijkse werk bij de politie, kan ik me ook voorstellen dat ook deze hobby eigenlijk best wel intensief is. Ja, dus bijzonder intensief. Naast inderdaad mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik hier 3 trainingsavonden aanwezig als mede de wedstrijddag op zondag. Dus dat vergt heel veel tijd en energie. Ja, maar ik heb het plezier. Ja, dat wil zeggen, zelf zeg ik altijd van ja, ik ben er druk mee, maar het zorgt voor mij ook voor ontspanning. Geldt dat voor jou ook? Ja, zo moet ik ook zien, denk ik. Het is totaal wat anders dan wat ik in het dagelijks leven doe, dus dat geeft sowieso ontspanning. Ja. Daarnaast ben je ook bezig eigenlijk min of meer met je eigen onderneming? Ja, sinds een aantal maanden ben ik proberen om eigen praktijk op poten te zetten. Onder de naam Rob Coulier, sporttherapeut. Kijk maar eens op Facebook, daar vind je mij vast. En dan met als specialiteit dorrentherapie, sportmassage en kinesiotherapie. Ja, kun je eens even toelichten wat het precies inhoudt voor de leken onder ons? Dorrentherapie is een milde manier van het corrigeren van de wervelkolom. Met name mensen met rugklachten, nekklachten hebben baat bij deze behandeling. Daarnaast de sportmassage kan gegeven worden uit preventief oogpunt als mede voor het herstel van een blessure. En als laatste kinesiotherapie. We zien vaak op televisie die gekleurde tape die ze vaak op lichaamsdelen hebben aangebracht. Daar maak ik ook gebruik van ter spierontspanning en bevordering van de circulatie. En wat op dit moment erg actueel is, zijn mensen die last van hooikoorts hebben, om die met een speciale tape te voorzien, waardoor de hooikoortsklachten verminderen of zelfs afnemen. Ja, is er een behoorlijke aanloop op dit moment? Want je noemde net even die hooikoortsproblemen. Ja. Ik kan me voorstellen dat daar veel belangstelling voor is. Ja, ik heb er niet zo lang geleden daarmee reclame gemaakt op mijn Facebookpagina. De informatie loopt gestaag en de behandelingen zouden meer mogen. Ik ben nu bezig met een blessurebehandeling. Een enkel trauma van een van de spelers van de eerste selectie van Hogeveen. En wat ik doe is het gebruik van een CVT, een cycloïdale vibratietherapieapparaat, die trillingen veroorzaakt, waarmee de circulatie in het lichaam wordt bevorderd, waardoor afvalstoffen sneller afvoeren en dus mogelijk een blessure sneller kan herstellen. Dit is een van de weinige apparaten waar een sportverzorger gebruik van mag maken. En dat is een ideaal apparaat. Ja Rob, slotvraag misschien wel even. Je vrouw, hoe staat die er eigenlijk in na zoveel jaren? Want we hadden het erover van de tijdsdruk en hoeveel tijd dat het kost. Ja klopt inderdaad, mijn vrouw staat hier volledig achter. Anders is het inderdaad niet mogelijk dat ik dit kan doen. En met mijn werk is het zo afgestemd dat ik door de week altijd een dag vrij ben. Dat ik dus volledig aan haar kan besteden. En dat noem ik altijd een vorm van wisselgeld en het werk naar tevredenheid. Kortom, het feit dat je nog 2 jaar doorgaat, dat zegt wel een nodige. Na zoveel jaren altijd nog uitstekend naar je zin bij deze club. Zonder meer. Ik mag hier graag werken. Er komen steeds nieuwe jongens hier voetballen, andere trainers, nieuwe gezichten. En ik moet zeggen dat ik hier naar tevredenheid werk. En ik neem aan dat de vereniging er ook zo over denkt. Dus we gaan lekker 2 jaar door nog.